en zijn uitgenodigd in de jachtvelden van Eduard van Adrichem. Vroeg uit de veren en vechten tegen de eerste vorst, die niet alleen voor mooie dauw, maar zeker ook voor verkleumde vingers gaat zorgen. Met Bjorn, leerlingjager Dennis, en Eduard, de oude rot in het vak, trekken we te velden voor een vroege ochtendzit. Rechts van die Rietkraag ook nog wat zwemt, of niet? Nee, meer goed. Of niet? Links op het water, net alsof dat eenden zijn. Zie je daar middenop? Ja, ik zie het. Zal ik maar even gaan dan? Eduard van Adrichem, jager van beroep, begon ooit als mollenvanger en loonwerker in het gebied bij Ouderkerk aan de Amstel. De contacten met de plaatselijke boeren leidden er uiteindelijk toe dat hij op hun velden de jacht mocht gaan uitoefenen. Daar in de bocht liggen eenden. Eduard is nu achter ons langs gelopen door het gras. En die kijkt of hij erbij kan komen. En ja, daar komen ze. Net op bij Dennis. Oh, mooi. Keurig. Prachtig mooi schot. Hoe ben je eigenlijk jager geworden? Kom je uit een jagersfamilie? Nee, helemaal niet. Nee? Maar ik weet al vanaf dat ik lopen ken, dat het me intrigeerde. Ik wou altijd maar, als je iets snel beweegt, wil ik het pakken. Ja. En ja, het zit erin. Maar van kleinste vaan al? Ja. En hoe ben je dan in de jacht gerold? Moet ik even goed nadenken. Ik ging naar een oude jager toe, die was mollenvanger. Want ik heb niet zo goed mijn best gedaan op school. Dus ik denk, ik moet een beroep hebben waarin ik mezelf kan redden. Ja. Nou, en die mollenvanger was ook jager. En dat is dikke vrienden geworden. En zo ben ik ook jager geworden. Het is allemaal groenland hieromheen, hè? Alleen maar veenweidegebied. Ja. Ja, geen akkerbouw, helemaal niks. Alleen maar gras, gras, gras. Het is één grote fabriek. Maar dat maakt het bejagen van die ganzen ook ontzettend moeilijk. Ja. Ze hebben overal wat te vreten. Daar zitten ze. 100 ja. meter hier vandaan. En er komt een hele vlucht aan. Ja. Nou, de goal is het beleven van een mooie ochtend. De doel van de hele jacht is het vergaren van je eigen buit, maar vooral het beleven van dat oerinstinct. Gewoon, een ander gaat survival doen of een ander gaat autoracen, maar gewoon back to the basics. En dan eigenlijk nog het mooiste van alles is die buit verzamelen. Hè? Je buit is mooier dan geld. Je buit is echt. Mee naar huis nemen, schoonmaken. Ja. Buiten spelen voor mannen. Een kamernetje. En die heb je hier. Top jongen, je bent reus. Kijk, en dat is met wild. Je hebt het niet aan het touwtje. Je hebt het pas aan het touwtje op het moment dat je het gevangen hebt. Maar voor die tijd heeft het een eigen karakter. Is het onvoorspelbaar. En dat maakt het spel... Ja, dat maakt het spel mooi. Als je van tevoren wist dat je wat zou krijgen, dan wordt het een schietent. En dat is het per se niet. Het is gewoon, dat zie je nou vanmorgen, het is gewoon moeilijk. Om wild aan de bouw te komen. Hoe zit het nou met die ganzen, Eduard? Als er een hele groep komt, net ook kwamen er 50, 60 tegelijk. Dan mag je er toch niet op schieten? Nee, als ze overkomen mag je niet schieten. Als ze een instrijken, mag je erop schieten. Als de groep groter is dan 5, dan mag je er maar 2 schieten. Oké, maar als er 5 komen en je bent met 3 geweren, mag je ze niet schieten? Nee, nee, nee. Dus het is allemaal wel ingewikkeld? Het is best wel ingewikkeld, ja. Te ingewikkeld. Mijn vrouw is er 1 avond in de week mee bezig om al die paparazzen en computerprogramma's in te vullen. Het is echt frustrerend. Maar het is toch heel bijzonder, er zijn zoveel ganzen. Het enige waar veel van is, gooien ze 3 maanden de jacht op dicht. Zonde. Kijk eens, daar heb je hele vluchten. Ja. Het blijft maar babbelen hier in die mist. Ja. Dit zijn ook allemaal trofeeën. Mensen denken alleen
dat zo'n hertenschedel, in dit geval een ree, dat dat een trofee is. Nee, de foto van mijn moeder. De staart van een extra van voor de tijd dat je ze nog schieten mocht. De roosjes geschoten op de kermis. Dat zijn allemaal trofeeën. Deze bekers zijn al oud, maar zijn ook trofeeën van mijn vrouw, want die kan geweldig goed schieten. Alles heeft een verhaal. Wat zegt u? Alles heeft een verhaal. Alles heeft zijn verhaal. Elk stukje, elk item hier heeft zijn verhaal. Ja. Je hebt natuurlijk al een heel verleden. Je staat denk ik iets anders in het leven dan een gemiddelde jager. Ja. In ieder geval anders dan dat ik... Ik ben niet in de jagerswereld het grootgebracht ook. Nee. Ik heb nooit bijvoorbeeld het veel gebruikelijke Weidmannsheil. Mm-hmm. Nou, dat zal ik nooit gebruiken. Nee, precies. Vind ik echt verschrikkelijk. Je zegt jagersgeluk, hè? Jagersgeluk of jagersdank. Komt op hetzelfde. Als ik in Duitsland ben, dat gaat van het weekend voor het eerst gebeuren, dan zeg ik Weidmannsheil, want ja. Dan... Maar niet in mijn eigen land. Dat vind ik niet... Ja, ik vind het niet link. Nou, dit was één uit het boekje. 5 ganzen, koppeltje, volgens de regels. Ik kwam midden over de hut, we konden goed aanspreken, de afstand was goed. Ik heb geschoten en die grauwe die dondert aan de andere kant van de vaart. En dan heb je een apporterende hond bij je. En die haalt zo'n zware gans binnen. Natuurlijk fantastisch. Kom op, ouwe. Dit is één uit het boekje, zo wordt het. Kom aan, kom aan. Ja, kom op. Kom op. Ganzen. Zo, jongen, dat geluid in de lucht, die V-vorm die van zuid naar noord trekt en omgekeerd. Het is een stukje van mijn ziel wat heen en weer beweegt. Ja, die ganzen, dat is oerkracht. Ik vind dat het mooiste wat er is, ja. Ik dank daar bijna mijn hele bestaan aan die ganzen. Jongens, kijk eens wat we hebben. Ja, mooie ochtend. Zullen we dat eens even schoonmaken? Ja, wat gaan we doen? Zeg het maar, weer de hele eend in zijn geheel geplukt. Of wil je de filets en het karkasje voor een bouillonnetje? Nou ja, ik weet niet wat jij normaal altijd doet met de wilde eend. Ik doe alleen de filets eruit en de rest vind ik een hoop gepuzzel. Oké. Okay. Nou. Als ik een hoop karkassen heb, maak ik bouillon. Maar dit zijn er te weinig om een pan bouillon te trekken. Laat maar eens zien. Terwijl Eduard ervoor kiest om alleen de borstfilet uit te snijden, laat Arjen van der Pronk hier zien dat er nog veel meer mogelijk is bij het bereiden van de gehele eend.